Pinkster 3. De derde Pinksterdag betekent in Venhuizen sinds 1960 kermis, bier drinken en de harddraverij. Maar er is meer te doen tijdens de Pinkster 3 in Venhuizen. Als er ergens een korte baandraverij is, is het altijd een kermis. Vindt u leuk? Dat vind ik ook, hij is heel erg leuk. De kinderen genieten met volle teugen van de kermisattracties. Voor de jongeren gaat het vooral om bier. Nou, we gaan vandaag nog mooi aan zitten zo. En vanavond afsluiten hier in de tent. En dan gaan we er een mooi feestje van bouwen met z'n allen. Gaat de dakken weer af. Waarom vieren ze eigenlijk derde Pinksterdag? Dat is de afsluiting van onze kermis hier in Venhuizen. Hebben jullie al 2 dagen niet genoeg? Nee, we moeten wel 5 dagen door. Maar het gaat dus niet alleen om bier en feesten. Nee, maar kinderspelletjes. Ik heb 3 jongens, die lopen rond. Dus eens kijken wat het gespuis uitvogelt en dan even wat eten en dan zo de tent in. En dan dus toch weer bier drinken. Ja, hoe kan het ook anders in West-Friesland?